Hallo allemaal, leuk dat jullie er zijn. Mocht het zo zijn dat jullie via internet van ons gehoord hebben, gefeliciteerd, dan hebben wij doorgedrongen tot in jullie filterbubbel. Onze promotie heeft allemaal algoritmes kunnen overtuigen dat onze informatie belangrijk was of relevant voor jullie. Over dit fenomeen, de filterbubbel en gepersonaliseerde informatie, gaan we vandaag praten met onze drie gasten. Links hebben wij David Graus. Hij is promovendus aan het Intelligent Systems Lab. In het midden zit Joost Schellevis. Hij is journalist van Tweakers.net, dat al 5 jaar door het Nederlandse publiek is verkozen tot beste nieuwssite en beste en populairste vergelijkingssite. En helemaal rechts hebben we Manon Oostveen. Zij is promovendus bij het Instituut voor Informatierecht. Ik ben Abel en dit is Emma en wij gaan het vandaag presenteren. En jullie kunnen bij mijn lieftallige assistent aangeven dat jullie een vraag willen stellen en dan krijgen jullie een beurt. Oké, allereerst een vraag aan Joost. Zou je kunnen uitleggen wat de filterbubbel precies is? Ik moet dicht in de microfoon. Ja, zo. Ja. Nou, ik denk dat iedereen wel weet wat de filterbubbel is. Als je naar Facebook gaat en je ziet niet de meest recente berichten, maar de berichten van mensen die je al jaren niet hebt gezien en Facebook heeft dan besloten dat jij dat interessant vindt. Dat is misschien wel een beetje een slechte, negatieve insteek. Maar dat is wel wat de filterbubbel op dat moment doet. Die bepaalt voor jou wat jij waarschijnlijk interessant vindt. En slaagt daar niet altijd in. Oké. En waarom heet het dan filterbubbel, David? Het idee is dat je dus in een soort van situatie terechtkomt waarbij de enige content die je ziet overeenkomt met je eigen ideeën. Dat je daarom jezelf filtert. Zelf heb ik daar mijn twijfels bij, maar misschien kunnen we daar straks over hebben. Oké. Kan je misschien kort uitleggen hoe zo'n personalisatie-algoritme werkt? Ja, dat is wel grappig, want daar is eigenlijk vrij weinig over bekend. Ik bedoel, dat is een beetje de secret sauce van zoekmachines zoals Google. Wat we wel weten is dat er wordt gekeken naar bijvoorbeeld de locatie waar je op dat moment zit. Er wordt gekeken naar vorige zoekopdrachten die je hebt uitgevoerd. En in het geval van Facebook wordt er gekeken naar inderdaad de interacties met mensen die je hebt gehad. Dus heb je berichten geliked van vrienden, heb je gechat met mensen, heb je gereageerd op de berichten van mensen. Dus we weten dat soort signalen worden in de gaten gehouden, maar hoe dat precies in zijn werk gaat en hoe de uiteindelijke selectie wordt gemaakt, dat is best wel een black box. Oké. En dat verschilt waarschijnlijk ook per site? Ja, dat verschilt per site en het verschilt per dag bij wijze van spreken, want er komt gewoon nieuwe data binnen en er worden nieuwe beslissingen gemaakt. En het is by design is het een black box. Ah, ja. Welke sites maken er allemaal van zoiets gebruik, Joost? Ik denk in de meest ernstige mate, of tenminste de meeste mate, is dat Facebook. Netflix doet het ook wel. Netflix probeert te bepalen wat jij het meest interessant vindt om te kijken. Dus daar stoppen ze ook heel veel geld in. Om ervoor te zorgen dat je blijft kijken. En Google doet het ook wel, maar Google doet het wat simpeler. En vooral op basis van je geolocatie. Zoals jij ook al zei. Ja? Ja. Over deze. Ja. En David, we hebben het nu, de filterbubbel gaat echt specifiek over filteren. Maar er is ook nog iets als simpelweg gepersonaliseerde informatie. Is daar een verschil tussen? Ja, ik weet niet. Ik denk meer dat de filterbubbel een soort van politieke framing is om het te omschrijven. Ik denk dat er zit hetzelfde achter. Dus ik denk wat mensen denken bij Google, dat je inderdaad in een situatie terechtkomt waarbij je alleen maar content krijgt. Of bij Facebook, content waar je mee eens bent. Dat is meer een gevolg. En zo'n systeem heeft helemaal niet een notie van waar je het wel of niet mee eens bent. Die probeert gewoon te beoordelen wat jij interessant vindt. Dus er zit geen bewust proces achter om iemand in een filterbubbel te stoppen. Ik denk het mechanisme daarachter is personalisatie en de manier dat we het interpreteren is een filterbubbel. Oké. Zal ik doorgaan? Jij bent dan bezig met dit soort systemen een soort van te ontwerpen. Mm-hmm. Van wat voor soort variabelen of data maken die dingen gebruik? Wat zijn nou dingen waar die algoritmes iets mee kunnen? Ja, dus dat hangt heel erg af van het medium. Ja, zoals ik zei bij Google is dat voornamelijk dingen als geolocatie, zoekgeschiedenis. In het geval van advertentiesites is dat veel op welke andere sites ben je gekomen. Je wordt overal gevolgd op het internet. En mensen proberen dan een beetje in te schatten als jij naar Zalando gaat om nieuwe schoenen te zoeken. Dan willen ze jou graag advertenties voor nieuwe schoenen blijven aanbieden. Bijvoorbeeld bij Netflix is het gewoon wat heb je gezien, wat hebben je vrienden gezien en in hoeverre komt dat overeen met elkaar. Dus het hangt een beetje af per medium. En Manon, hoe komt het dan dat,
dat zo'n website weet dat jij op Zalando bent geweest? En hoe hebben ze recht op dat soort data? Dat kunnen ze onder andere doen door middel van het plaatsen van cookies of het bijhouden van de geschiedenis wat je gezocht hebt aan de hand van die cookies. Maar dat is wat David al zei. Zij verzamelen natuurlijk gewoon persoonsgegevens. Dat is allemaal wel aan regels gebonden, waarvan ik ze niet allemaal in detail uitgelegd natuurlijk. Want dat is een erg saai juridisch verhaal. Maar als jij van zo'n site gebruik maakt, dan gaat zo'n site ervan uit dat jij instemt met bijvoorbeeld de privacy policy. En dan worden vervolgens allerlei data over jou verzameld. En als ik dan zo aanklik op zo'n grote groene knop, ja, ik wil cookies. Wie hebben daar dan allemaal recht op mijn cookies? Dat hangt heel erg vanaf van wat het bedrijf zelf daarmee doet. Wat ze in de privacy policy zeggen, wat ze met jou, dus wat voor overeenkomsten met jou aangaan. Maar bedrijven die kunnen die data natuurlijk ook met derde partijen delen. Met adverteerders, met andere bedrijven. Sommige bedrijven verkopen gewoon al die data die ze hebben. En dat is voor de gebruiker ook niet altijd in te zien. Hè? Ik bedoel, je hebt natuurlijk het recht om dat te weten, maar het is niet altijd volledig duidelijk wat daar dan precies gebeurt. Dit zit dan altijd verstopt in de terms and conditions of zo? Onder andere, okay. Ja. En maakt de wet dan onderscheid tussen wat bijvoorbeeld Amazon doet met jouw gegevens en wat Facebook doet met jouw gegevens? Of? Je bedoelt in wat voor soort bedrijf het is? Op welke manier ze de data gebruiken? Er zijn bijvoorbeeld bepalingen die zeggen dat je geen gevoelige gegevens in principe niet mag verzamelen. Wanneer het gaat om ras of seksuele gegevens of religie of dat soort dingen of gezondheid. Het hangt er ook vanaf waar het bedrijf gevestigd is en waar het zijn diensten aanbiedt, welke regels van toepassing zijn. Maar meestal zijn wel gewoon alle regels op alle bedrijven in Europa van toepassing. Want Facebook verzamelt wel gegevens over mijn religie en mijn... Ja. Is dat niet gevoelig dan? Dat is in principe gevoelige informatie. Oh ja. En je kunt je natuurlijk ook voorstellen dat wanneer iemand zijn zoekgeschiedenis bekend is, dat hij dan niet per se zelf actief gevoelige gegevens weggeeft, maar dat je die gevoelige gegevens op kunt maken uit het totaalplaatje wat iemand heeft. En dat zijn hele moeilijke kwesties, juridisch gezien. Ja. Oké, okay, ja. En je zei net dat ze dan eventueel ook met een derde partij zouden mogen delen. Doen ze dat uit liefdadigheid of wordt hierin gehandeld? Hier wordt hartstikke hard in gehandeld natuurlijk, inderdaad. Okay. Er zijn genoeg bedrijven die dit als primaire bezigheid hebben om jouw gegevens te verzamelen en het vervolgens bij iemand anders neer te leggen. Dat is overigens ook een breder probleem dan de filterbubbel natuurlijk. Dit is een algemeen verhaal. Ja, Joost, want volgens mij gebeurt dat meestal met plugins bijvoorbeeld, als je een Facebook plugin op je site zet. Ja, klopt. Als je zo'n Facebook like knop ziet, in principe worden dan jouw data verzameld, zeker als je bent ingelogd. Momenteel worden ook data verzameld als je niet bent ingelogd op Facebook. Maar daar gaan ze een eind aan maken, hebben ze beloofd. Dat was een foutje. Of dat echt zo is, dat moeten we dan maar geloven. Was dit expres, denk je? Was dit een expres foutje? Of is dit echt een oprechte... Ja, dat is natuurlijk moeilijk vanaf de zijlijn om dat te raden. Maar ik vind het wel verdacht. Het is nogal opmerkelijk foutje. Je merkt toch dat je allemaal data binnenkrijgt van mensen waar je helemaal niet om hebt gevraagd, denk ik dan. En die moet het ergens koppelen. Het lijkt me dat je merkt dat je dat binnenkrijgt. En ze hebben pas toegezegd om er een einde aan te maken op het moment dat Duitse onderzoekers, een paar weken terug dat hebben aangetroffen. Dus ze hebben de schijn wel een beetje tegen. Ja. Maar dit, los daarvan is dat ook, komt ook afkomstig van advertenties. Het zijn vooral eigenlijk, die gegevens worden voor een heel groot deel verzameld met behulp van adverteerders. Ja. En wat voor effect heeft het nu? Als we nu kijken op Facebook, past het ons wereldbeeld aan? Of, Ik denk als je wereldbeeld puur op Facebook baseert, dan tast het wel je wereldbeeld aan, denk ik. Maar er zijn echt wel mensen die dat doen, denk ik. Die hun wereldbeeld baseren op wat ze op Facebook zien en wat ze om zich heen horen. Naarmate zijn mensen steeds vaker op Facebook komen, meerdere keren per dag. En voor de rest alleen maar met andere mensen praten en geen krant meer lezen of op nu.nl komen op het journaal kijken. Dan heeft dat wel een effect op je wereldbeeld, denk ik. Maar als ik daarop mag inhaken, ik denk dat het hetzelfde principe is wat je sowieso in het leven hebt. Ik bedoel, op Facebook verzamel je misschien de mensen om je heen die veel op jou lijken, maar dat doe je in het echte leven natuurlijk ook. Ik bedoel, je vrienden, de televisiezenders die je kijkt, de kranten die je leest, dat is allemaal hetzelfde mechanisme. En ik denk, er was laatst toevallig een onderzoek gedaan naar het filteren van de Facebook feed. En daar hadden ze gebruikers gevraagd om van de ongefilterde feed aan te geven welke berichten ze interessant vonden. En toen bleek het dat de overeenkomst met de daadwerkelijke filter enorm hoog was. Dus dat geeft aan dat we van nature geneigd zijn, zelfs op Facebook, om dat zo te doen. Ja, maar als je een krant leest dat er mensen omgekomen bij een aanslag in Irak, dan vind je dat vaak ook niet leuk. Mm-hmm. Maar, hoop ik. Maar er zijn
Het is natuurlijk wel belangrijk dat mensen weten dat soort dingen gebeuren. En zodra dat wordt weggefilterd, is dat wel een gevaar, denk ik. En, dat denk ik ook, maar ik bedoel, er zullen mensen om je heen zijn, als jij dat inderdaad van belang vindt, die dat ook van belang zullen vinden. Ik denk dat niemand dat soort berichten op zijn timeline post, doorgaans. Ik denk wel, als ik even mag inbreken, dat hier nog een ander probleem eigenlijk nog een stapje voor zit, aan ten grondslag ligt. Dat mensen vaak niet weten dat die informatie die zij krijgen door zo'n filter heen gaat. En dat, het is heel intransparant. Je weet niet, misschien zijn er onder jullie al heel veel mensen die weten dat Facebook of Google dit doet. Maar er zijn heel veel mensen die van de diensten gebruik maken en dat niet weten. Ja. En wanneer je niet weet wat jij niet ziet, dan kun je ook niet een welbewuste keuze maken of jij misschien iets anders zou willen zien. Dus ik denk dat het ook wel begint met transparantie over het personaliseren van die informatie. En gebruikers dan ook om toestemming vragen of in ieder geval een opt-out mogelijkheid bieden. Ja, zolang alleen Facebook dat doet, maakt het er niet zoveel uit. Maar op het moment dat ook nu.nl dat gaat doen. En dus berichten wegfilteren die mensen niet leuk vinden. En het vervangen door entertainment nieuws. Ja, ik denk dat dat een stuk gevaarlijker is dan dat Facebook het alleen doet. Ja, dan kom je in een soort van friendly world syndroom terecht. Waarbij de wereld alleen maar lief en leuk is. En de erge problemen er gewoon uitgefilterd worden. En je afsluit voor wat er verder nog gebeurt. Ja, want dat filteren van informatie gebeurt natuurlijk ook gewoon als je een spamfilter hebt op je inbox. Wat wel heel zichtbaar is. Zou je kunnen uitleggen, David, wat eigenlijk het verschil is tussen zo'n spamfilter en het filteren wat bijvoorbeeld Google of Facebook voor je doet? Ja, bij een spamfilter dan ben je duidelijk op zoek naar iets. Dan ben je op zoek naar spam en je weet ongeveer hoe dat eruit ziet. Dat verandert wel, maar dat kan je een beetje blijven leren. Bij filteren van nieuws, daar probeer je inderdaad in te schatten op basis van de gebruiker, van wat vindt hij interessant. Dus dat is een iets andere klus. Maar ja, er zitten wel ongetwijfeld gelijkwaardige technieken achter. Ik bedoel, er wordt gekeken naar de inhoud van zowel nieuwsbericht als een soort van profiel van jou, als naar de inhoud van een e-mailtje als je wil weten wat spam is. Maar ja, dit is net een ander doel. Ja, want bij een spamfilter hebben we het wel heel erg door. Zijn er ook manieren om te zien welke informatie weggefilterd wordt bij Facebook? Of bij Google? Nee, ik denk dat het moeilijk is. Het is sowieso in ons vakgebied is dat een soort van open probleem en een lastig probleem. Want de systemen die beslissingen maken, vooral bij Google bijvoorbeeld, die hangt niet alleen af van je eigen profiel. Die hangt ook af van het zoekgedrag van andere mensen. Die hangt ook af van welke websites er op dat moment in de index staan. Die hangt er zelfs vanaf met welk datacentrum van Google je contact maakt. Ja. Dus het is gewoon heel moeilijk om dat weer te geven. Ik denk dat het wel heel belangrijk is dat mensen het weten. En helemaal bij Facebook. Dan is het belangrijk dat mensen het weten. Maar hoe iets naar voren komt, dat is ingewikkeld. Ja, je kunt ook op Google kun je het ook nog in een incognito venster gebruiken. En dan die resultaten met elkaar vergelijken. En dan zie je in ieder geval wat niet ingelogde gebruikers in jouw regio zien. Want dan houdt hij al de rekening met je locatie en je taal. Zodat je dus geen pizzeria's in New York krijgt als je zoekt op pizza. Maar bij Facebook is dat wel moeilijker. Je kunt natuurlijk wel most recent selecteren in plaats van het meest populaire berichten. Maar volgens mij is het ook niet helemaal waterdicht. Nee, die is ook gefilterd, voor zover ik weet. Ja. En Manon, want jij zei dat je het belangrijk vond ook dat mensen doorhebben dat er gefilterd wordt. Waarom is het eigenlijk belangrijk dat mensen dat zien? Sowieso dat ze weten dat hun blik op de werkelijkheid dus maar één blik op de werkelijkheid is van heel veel dingen die er bestaan. Dat is natuurlijk altijd zo in het leven. Maar ik stel er bijvoorbeeld persoonlijk geen prijs op. Want ik wil graag weten wat mijn buurman allemaal meekrijgt aan nieuws en media. Ik denk dat dat mij verdraaglijker en toleranter maakt. En dat mij meer inzicht geeft in wat andere mensen denken en vinden. Vind ik belangrijk. En voor hetzelfde geld is er iemand die juist wel heel graag gefilterde informatie wil. Omdat hij alleen maar modeblogs wil bekijken. Nou, dat kan natuurlijk ook. Dat is je vrij recht, hè? De autonomie van het individu. Maar het is dus wel belangrijk dat we het weten, zodat we die afweging kunnen maken. Oké. Ja. En want Facebook en Google zijn genoemd. Zijn er nog meer sites of apps die dit stiekem doen? Netflix doet het dus. Maar je hebt ook een app van CNN. Het is overgenomen door CNN. Zite heet dat. Die doen het niet echt. Die verbergen het niet echt dat ze dat doen. Die stellen voor jou een soort nieuwsaanbod samen. Op basis van wat je interessant lijkt. Dus ik krijg echt heel veel technologie bijvoorbeeld. Volgens mij doen ze het op basis van je zoekgeschiedenis. Maar dat is echt heel bewust. Dus dat, als je daarvan bewust bent dat die app dat doet en dat die geen objectief beeld geeft van wat er gebeurt in de wereld, dan is dat natuurlijk niet slecht. Ik ken verder eigenlijk geen bedrijven die dit onder de radar doen eigenlijk. Maar in dat kader is het misschien ook belangrijk om na te denken over wat de mogelijkheden om dat allemaal verder uit te bouwen zouden zijn. Want iedere website kan in principe
dit soort dingen gaan doen. En als bijvoorbeeld allerlei websites waar mensen vaak op komen hun content gaan personaliseren om mensen te beïnvloeden om bepaalde dingen te kopen. Want het kan natuurlijk ook commerciële personalisatie zijn. Ja, dan krijg je wel, er zijn zoveel mogelijkheden daarmee dat je je moet gaan afvragen hoe dat dan in de toekomst gaat. En niet alleen maar van wat er nu precies gebeurt. Ja, nou, daar wouden we het net over gaan hebben. Maar ik wou nog even de zaal herinneren, voordat we daarover beginnen, dat er mogelijkheid is tot vragen. Je kan je melden bij Bo. En dan kunnen we je vragen aan de gasten stellen. Jij kan nog wel vragen die eigenlijk een beetje bij dit kopje hoorden. Toen je zei dat die informatie dus zoveel verhandeld wordt, toen vroeg ik me ineens af, kan ik deze informatie kopen? Kan ik een mailtje naar Google sturen van, jongens, ik ben best wel geïnteresseerd in eigenlijk alle zoekopdrachten uit Amsterdam. Hoeveel kost dat? Ik heb het nog nooit zelf geprobeerd. Misschien dat David dat wel een poging gedaan heeft. Maar. Ik moet zeggen, ik weet het niet. Ik weet wel dat veel van die informatie wordt verhandeld in van die hele snelle geautomatiseerde auctions. Mm-hmm. Maar ik weet niet waar je moet aanbellen om een bak data te krijgen. Nee. Hey, je kunt zelf bij Facebook een e-mailadresbestand uploaden en zeggen, die mensen wil ik targeten. Dus mensen die e-mailadres gebruiken om in te loggen op Facebook, daar kun je dan op adverteren. En toevallig vandaag is het gerucht erbij gekomen dat Google dat ook gaat doen. Dus dan koop je bijvoorbeeld bij bol.com koop je een schoenen of zo. En vervolgens zorgt bol.com ervoor dat je ook advertenties voor bol.com krijgt op het moment dat je op Google zit. Volgens mij mag dat niet zomaar in ja, dat is wel een lastig punt. Dat is wel een dingetje. Okay, wel altijd je eigen informatie bij dit soort instanties opvragen. Dat is echt gewoon, daar heb je recht op. Dus het is misschien een leuk idee om de UvA of de NS of dat soort dingen inzageverzoek doen. En ook Google moet in principe dan jou die gegevens geven. Okay. Dat doen ze natuurlijk niet altijd. Maar. En wat voor soort gegevens je dan? Geef ze je dan een rauwe data? Een heel dik pak papier geven. Ja. Op papier. Of krijg je ook echt een soort profiel te zien dan van jezelf? Of hebben ze niet profielen van? Nou ja, ze hebben in principe de verplichting om persoonsgegevens die zij over jou hebben te geven. En dat resulteert meestal in een heel dik pak papier. Okay. Met ook bijvoorbeeld dingen die jij al van je profiel verwijderd hebt, maar die Google nog wel opgeslagen heeft of Facebook opgeslagen heeft. Oké, okay, en er is dus al best wel veel wetgeving. Maar Google begon volgens hun statement sinds december 2009 met gepersonaliseerde resultaten. De wetgeving, huppelt die daar een beetje achteraan of zijn we echt on point de hele tijd? Nou, we hebben het wel over wetgeving gehad over het gebruik van die gegevens natuurlijk. En dat is in Europa heel erg aan banden gelegd wat je wanneer met die gegevens mag doen. En hoe je je dan moet gedragen ten opzichte van de gebruiker. Maar het filteren aan zich en het personaliseren aan zich is niet geregeld. Kijk, we hebben in media natuurlijk wel de verplichting als je een kabeloperator bent, dat je dan ook de publieke omroep laat zien. En dat je op die manier dus zorgt voor pluriformiteit en diversiteit in het mediaaanbod wat mensen krijgen te zien. Maar er zijn niet voor deze moderne technologieën, verplichtingen of wetten die regelen dat jij diverse content moet krijgen of dat jij het recht hebt om niet gepersonaliseerd te worden. Dus in die zin is hier niet, ja, het is ook natuurlijk lastig om hier verplichtingen over te maken omdat, zoals al eerder werd gezegd, de effecten hiervan niet omstreden, maar onduidelijk zijn. Dus wat wil je dan precies voorkomen? Ja, en mochten die effecten ooit duidelijker worden, zou dan wetgeving, strenge wetgeving rond filteren, zou dat een soort realistisch gevaar uitbannen zijn of een beetje paternalistische vertrutting? Het is absoluut paternalistisch inderdaad. Kijk, als iemand allemaal modeblogs wil bekijken, dan vind ik het een goed idee om daar af en toe eens een keertje een artikeltje van Tweakers of van de Volkskrant of zo doorheen te gooien. Maar dat is mijn opinie. Dat is de maatschappij die voor iemand bepaalt wat belangrijk is. Dus paternalistisch is het sowieso. Maar dat is het mediabeleid natuurlijk ook. Dat je mensen diverse ideeën, bronnen en dergelijke aanbiedt. Ja, maar als ik iets mag zeggen, ik denk in de metafoor van de publieke omroep die pluriform is. Hier is het internet natuurlijk pluriform. En dan binnen het internet heb je sites die inderdaad bepaalde filters zijn van nature, omdat ze personaliseren of omdat ze gewoon een bepaalde visie hebben. Maar ik denk dat die pluriformiteit, die blijft wel gewoon bestaan. Ja, dus er is natuurlijk altijd wel een bepaalde filtering. Of wij als redactie dat nou bepalen wat wel en niet interessant is, of wanneer een filter dat doet. Je krijgt nooit natuurlijk een beeld van de wereld zoals dat echt is. In die zin bestaat de waarheid niet. Maar dat is wel heel filosofisch misschien. Maar helemaal bij het internet. Ik bedoel, als jij iets zoekt over miljarden webpagina's en je bekijkt de eerste 10, dan per definitie ben je natuurlijk aan het filteren. En per definitie kan je geen compleet beeld krijgen. En als de overheid een beetje terughoudend is in wetgeving hieromheen,
Waarom is dat dan zo? Is dat omdat het nog te onzeker is en te nieuw? Of zijn ze echt bang paternalistisch te zijn? Nou, ik denk ook dat het onzeker is en nieuw. En vooral wat we net ook al aangegeven hebben, dat het effect hiervan. Wat voor effect heeft filteren op de maatschappij? Wat voor effect heeft het personaliseren van Facebook? Ja, je kunt niet per se aangeven van, nou, er zijn 5 meer doden gevallen afgelopen jaar omdat er iets gefilterd is of zo. Dus het is heel moeilijk om aan te geven wat nou precies het probleem is. Je kunt wel zeggen van, er zijn een hele hoop mensen ongerust. Ik denk dat wij best wel ongerust zijn over wat hiermee zou kunnen gebeuren. Maar omdat je niet zo goed kan aangeven van wat nou het specifieke probleem en wat het specifieke effect is, kan je ook moeilijk daar wetgeving voor creëren. Behalve dus het reguleren van het gebruik van persoonsgegevens. En zeker als Nederland is het natuurlijk heel moeilijk. Omdat heel veel technologiebedrijven zitten niet in Nederland, maar zitten in ieder geval Europese vestiging in Ierland. Dus dat zou je sowieso al in Europees verband moeten regelen. En ik denk niet dat dat op dit moment heel populair is. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de cookiewet, dat is wel een voorbeeld van hoe een goed bedoelde overheidswetgeving ook wat redelijk averechts kan uitpakken in de praktijk. Iedereen negeert die meldingen en het probleem is niet aangepakt. Nee. Wat had de overheid dan wel moeten doen in plaats van deze wetgeving? In plaats van de cookiewet? Ja. Ja, vind ik moeilijk te zeggen. Maar ik denk dat beter bedrijven als Facebook en Google aangepakt hadden kunnen worden dan ja, nu.nl dat een paar advertenties toont. Want de consequenties van wat Facebook of Google doet, die zijn natuurlijk wel groter dan wat één. Want nu is het zo dat de website die advertenties plaatst en die dus mensen volgt, eigenlijk mensen laat volgen, die moet om toestemming vragen. Terwijl als jij op Facebook zit, heb je dat al lang gedaan. En ik weet niet of ik het helemaal helder uitleg, maar wat ik bedoel. Maar de consequenties zijn eigenlijk veel groter wanneer Facebook jou constant volgt en op basis van alles wat je doet jouw gedrag analyseert, dan wanneer een paar nieuwswebsites advertenties plaatsen. En dat is dus niet gereguleerd. Want David, jij gaf aan en je liet ons een paper zien waaruit bleek dat Microsoft wel actief bezig is met diversiteit in onze resultaten stimuleren. Ja, zou je dit kunnen uitleggen hoe ze dit doen? Ja, dus wat ze eerst deden was kijken naar inderdaad zoektermen die werden ingevoerd door gebruikers en waar mensen op klikken. En dat koppelden ze aan postcodes om te kijken of de politieke voorkeur van de postcode overeenkwam met de bronnen waar ze op klikten. Dat bleek zo te zijn. Vervolgens gingen ze kijken of ze de zoekmachine technologieën in konden zetten om mensen uit te dagen om meer te lezen van bronnen die een ander wereldbeeld hadden. En wat ze daarvoor deden was dat ze ze zochten dus bronnen die leken qua taalgebruik op de bronnen waar mensen geneigd zijn op te klikken. En die begonnen ze ook in de zoekresultaten te gooien. En wat ze toen zagen was dat niet alleen mensen inderdaad meer gingen lezen over het andere perspectief. Maar dat na een paar maanden mensen ook actiever nieuws aan het consumeren waren. En inderdaad meer van beide kanten dingen bekeken. Dus daar was de zoekmachine was de oplossing voor de filterbubbel die wij van nature over ons heen gooien. En doet Microsoft dit uit ideologische overwegingen? Dat ze willen dat we meer nieuws lezen? Of is dit een soort nieuw businessmodel dat ze denken dan kunnen we nog meer verschillende soorten nieuws aan hun verkopen? Nou, ik denk dat dit voornamelijk onderzoek was. En inderdaad de vraag van bestaat die filterbubbel, hoe erg is dat, kunnen we er iets mee? Dus dit was meer gedreven vanuit zulke soort vragen. Maar ik denk niet dat het ze windeieren zal leggen als mensen meer geëngageerd nieuws gaan consumeren via hun eigen zoekmachine. Mm-hmm. Zou de overheid ook zoiets kunnen doen? Nieuws stimuleren, Manon? Nieuws stimuleren? Om dit soort dingen? Nou, er zijn in het kader ook van personalisatie is er wel eens geroepen dat overheden zelf maar zoekmachines moeten gaan maken. Omdat zij dan zelf. Maar ik weet niet of het juist een goed idee is om dat soort beslissingen dan maar in de handen van overheden te leggen. Ik bedoel, je kan commerciële bedrijven niet vertrouwen. Maar of je overheden altijd moet vertrouwen is een tweede natuurlijk. Ja. Dus je zou niet aanraden dat de Nederlandse overheid zoekresultaten opkoopt of zo om diversiteit aan te brengen? Of, Nou, dat vind ik persoonlijk wel vrij ver gaan, inderdaad. Okay. Het is een manier, maar ja. Ja, ja. Het begint dus eigenlijk met het ondertekenen van zo'n privacyverklaring misschien wel, als je inlogt op Facebook. Welke privacyverklaringen hadden we eigenlijk niet moeten ondertekenen, Joost? Ik denk dat Manon die vraag beter kan beantwoorden. Ja, oké. Okay. Allemaal? Nee. dit is een lastige vraag, een moeilijke vraag. Maar
in principe door het gebruik maken van een service gaat de service ervan uit dat jij zo'n privacy statement of zo'n privacyverklaring ondertekent en dat jij er dan maar allemaal mee akkoord gaat en dergelijke. En soms staan daar gewoon dingen in die juridisch gewoon helemaal niet door de beugel kunnen. Je moet bijvoorbeeld heel duidelijk omschrijven voor welk doel jij gegevens verzamelt. En je zult in geen enkele privacy policy terugvinden, zo letterlijk, dat we het gebruiken om te personaliseren, om commerciële content aan te bieden bijvoorbeeld. En in die zin is de waarde van die privacy policies denk ik heel erg beperkt. Er is ook een onderzoek geweest in Amerika dat als iedereen alle privacy policies zou lezen van de diensten waar die gebruik van maakt, dan zouden we 6 weken per jaar fulltime bezig zijn. Dus ik denk dat dat heel erg van beperkte waarde is en dat we daar in ieder geval niet de oplossing van het probleem moeten zoeken. Ja. Lees je als journalist wel die privacyverklaringen? Nee, maar het heeft toch niet zoveel zin, want op het moment dat je je privacyverklaring ondertekent bij Facebook, dan is je een jaar later waarschijnlijk toch weer veranderd. Dus dan kun je weer overnieuw beginnen. Ja. Maar, en hoe kan het dan dat er dingen in staan die eigenlijk niet genoeg zijn om mij iets te doen ondertekenen? Is het gewoon een te lang verhaal en hebben advocaten er ook geen zin in om ruzie over te gaan maken? Dit is wel een discussie, of een punt wat weer heel diep op de privacy-regelgeving ingaat. Maar dat is gedeeltelijk een handhavingsprobleem. Dat er de overheidsinstituten die dit moeten handhaven gewoon weinig geld en weinig mankracht hebben natuurlijk. En het is een probleem dat het heel moeilijk is om schade aan te tonen wanneer er data misbruikt worden of wanneer er gepersonaliseerd wordt. Het is ook niet vaak iets waar iemand een super kostbare rechtszaak aan wil aanspannen. Ja, mijn informatie wordt gepersonaliseerd, ik heb geen schade, ik weet ook niet zo goed wat er gebeurt. Ik weet ook niet welke gegevens het precies zijn, dus ja, wat moet je dan? Dus in die zin is het, er wordt er wel veel over geschreven, er worden veel beleidsdocumenten over opgesteld, maar echt harde acties zijn in dit gebied best wel moeilijk. Gebeurt ook vrij weinig. Weinig jurisprudentie op het gebied van privacy. En als we eigenlijk allerlei verklaringen ondertekenen zonder ze te lezen, hoe komt het dan eigenlijk dat we de informatie van het internet wel vertrouwen? Ik weet niet wat jullie gedachte daarover is, maar volgens mij, en dat herken ik ook van mezelf, ik wil gewoon die gratis dienst. Ik wil Gmail, ik wil Google. Nou ja, Google, daar probeer ik een beetje van af te kicken, maar van de zoekmachine. Maar dit is natuurlijk, wanneer iets gratis is, dan ben jij het product. En we realiseren ons dat meestal allemaal, denk wel veel mensen hier. Maar aan de andere kant, het zijn fantastische producten die aangeboden worden. Dus dan gaan we daar ook vrij makkelijk in mee. En als we dit dan een soort van naar de toekomst aan trekken. Als dus inderdaad terms and conditions niet de weg naar vertrouwen zijn. En ook grote groene knoppen met cookies niet. Waar moet dan op een gegeven moment nog vertrouwen uitkomen van mij naar zo'n ding? Is het echt gewoon, moeten ze alles goedkoop houden en mij een soort van erin lokken? Dat vertrouwen is natuurlijk niet eens echt nodig. Want op het moment dat je zo'n cookie-melding negeert, na 3 of 4 kliks mag een site ervan uitgaan dat je die voorwaarden accepteert. In de praktijk doen websites het meteen al. Dan plaatsen ze eigenlijk bij de eerste page view al cookies. Ook wij trouwens, moet ik toegeven. Je hebt niet echt een keuze eigenlijk. Tenzij je dus diensten als Google wil vermijden. Je kunt natuurlijk wel technologische maatregelen nemen. Je kunt Ghostry installeren bijvoorbeeld en dat soort cookies weigeren. En je kunt concurrenten als DuckDuckGo gebruiken in plaats van Google. Maar het feit is wel dat Google wel beter is dan DuckDuckGo. Dus veel mensen zullen daar niet voor kiezen. Ja, ik denk dat het gewoon inderdaad een transactie is. Ik bedoel, het is misschien vervelend, maar het is een necessary evil, denk ik. Ja. We hebben een vraag uit het publiek. Hallo, mijn naam is Olaf Kolkman. Ik werk bij de Internet Society en ik hou me eigenlijk de hele dag bezig met deze vraag. Dat dystopische beeld wat je eigenlijk schetst. En ik wil er eigenlijk proactiever mee omgaan. Hoe kom je daar nou eigenlijk uit? Hoe kom je nou uit die cycle van je informatie aanleveren, die datacollectie, zonder dat dat mijn consent heeft? Ja, nou ja, terms and conditions ergens, maar dat is geen echte consent. Nou, is een van de dingen, als je niet betaalt en je weet niet waarom je iets krijgt, dan is de kans groot dat je het product bent. Kijk je nou naar dit vanuit een economisch perspectief, is misschien de uitkomst dat wij zouden betalen voor dit soort diensten? Stel je voor dat ik een abonnement neem bij Google en ik zeg van nou, hier heb je
20 piek per maand. En daarmee wil ik van je dienst gebruik maken. Ik weet niet wat het prijspunt is waar mensen comfortabel mee zijn. Maar hier heb je een hoeveelheid geld per maand. Je maakt van, ik wil van je diensten gebruik maken, maar ik wil neutrale informatie. En voor de rest mag je niet in mijn gegevens handelen. Is dat een uitkomst? Is dat iets waar de wereld heen beweegt? Dus wat is in jullie opinie, wat zijn jullie denkbeelden over hoe we naar een betere plek komen? Dat is eigenlijk de onderliggende vraag. Ja, bij Google kan dat al. Je kunt op je eigen domeinnaam Google Apps gebruiken. En dan heb je geen advertenties en worden er geen persoonsgegevens verzameld. Dat is ook pas sinds relatief kort. Tot die tijd werd het wel verzameld, maar niet gebruikt om advertenties te tonen. Maar dat geldt dan weer alleen voor Gmail. Dus ja, ik denk dat dat wel een mogelijkheid is. Maar je ziet dat mensen niet echt te springen staan om te betalen voor internetdiensten. Ik geloof, vandaag is een schatting gekomen dat 870.000 mensen in Nederland een Netflix-abonnement hebben. Ik denk niet dat de overige 16 miljoen mensen allemaal dvd's kijken. Dus dat is nog maar één voorbeeld. Mensen willen gewoon niet betalen. En als ze niet betalen willen voor gemak, vraag ik me af of mensen willen betalen voor privacy. En het is natuurlijk wel een vraag- en aanbodkwestie. Op het moment dat er zijn privacybewuste alternatieven. Maar op het moment dat niemand daarvoor betaalt of het gebruikt, ja, dan stapt ook niemand over. Dat is het deel waar je zegt, het werkt niet. Maar wat dan wel? Nou, maar er zijn diensten, er zijn genoeg maildiensten die niet je privégegevens analyseren. En die hebben veel minder gebruikers. Er is een clone van Twitter die niet aan tracking doet, maar er zit niemand op. En er is een concurrent van Facebook die decentraal werkt, Diaspora is dat, en die ook niet aan filtering doet. Maar daar is het echt heel erg leeg. Daar is het nog leger dan bij Google+. En dat zegt wat. Dus ja, ik denk dat het ook wel een voorlichtingskwestie is. Hoor. Mensen zijn er zich nu niet van bewust dat het überhaupt gebeurt. Dat ze worden getrackt, dat de informatie wordt gefilterd. En ik weet niet, eerlijk gezegd weet ik misschien dat wij ons werk dan beter moeten doen als journalisten. Maar ik weet niet hoe dat gaat veranderen. Ik denk dat het heel moeilijk is om te concurreren met gratis en gemakkelijk. Ik denk zelfs dat personalisatie en het verzamelen van die informatie grotendeels een voorwaarde is om de kwaliteit van die dienst te hebben. Want je kan DuckDuckGo gebruiken, dat doen veel mensen ook, maar ja, Google blijft naar mijn inzien beter. En dus die andere kwesties als het gaat om advertenties en cookies, daar gebeuren volgens mij andere dingen. Maar over het algemeen dat Google mij in de gaten houdt, dat Facebook voor mij kiest welke berichten ik wil zien, dat is volgens mij deel van de reden dat ik van deze diensten gebruik maak. Mm-hmm. En dat is niet per se iets slechts. Oké, en dat die personalisatie zoveel gebeurt, dat is een soort van een feit, dat is duidelijk. Maar hebben jullie dan ook het gevoel dat dat gebeurt? Hebben jullie het gevoel dat er bepaalde informatie jullie niet meer bereikt? Nee. Nee, ik ook niet, maar ik denk dat wij ons nieuws niet alleen van Facebook halen bijvoorbeeld. Ja. Ik heb wel het gevoel inderdaad, want kijk, je weet dat er altijd informatie is die je niet bereikt. Maar ik heb wel het gevoel dat wanneer ik gepersonaliseerde informatie krijg, dat ik dan dingen mis. Kijk, als ik dan de UvA google, dan krijg ik de University of Virginia. Nou, is het niet dat ik dat heel hard ga missen. Maar dat soort dingen, daarvan wil ik wel graag weten dat ze er in ieder geval zijn. Of een beetje een iets diverser beeld. Maar ik wil dan nog even terugkomen op de vraag die gesteld wordt. Want ik vind het persoonlijk een heel interessant idee om betaalde diensten versus niet betaalde diensten aan te bieden. Ik weet niet of dat in de praktijk altijd lukt, of dat haalbaar is, zowel voor het bedrijf als voor de overheid om dat soort regels op te leggen. En ik denk dat om zoiets überhaupt succesvol te maken, er inderdaad een heel stuk bewustwording is. En ik denk dat dat ook wel heel erg aan het veranderen is, want wij zitten natuurlijk toch allemaal in een andere generatie dan onze ouders en grootouders, die misschien wel het internet gebruiken, maar heel weinig bewust zijn van de privacyrisico's die dat met zich meebrengt. Maar je ziet wel onder studenten bijvoorbeeld, als je colleges geeft, dat er wel een trend is, dat mensen zich steeds meer zorgen maken. En als mensen zich eenmaal zorgen maken over privacy, dan zijn ze misschien ook bereid om hier wat meer aan te doen. Dus het is ook een heel groot stuk mensen laten weten dat er iets aan de hand is en een reden geven om hier iets aan te doen. Ja. Heb jij ook het idee dat mensen bereid zijn om wat aan hun privacy te doen als ze het weten, Jas? Ja, ik denk het niet. Ik ben bang voor, hoor. Ik merk zelf al dat cookie banners, dat soort weggefilterd wordt in mijn hoofd. En terwijl ik ben wel redelijk privacybewust, ik schrijf er veel over. Dus ik zie die privacy, die cookie banners al niet eens meer. Feit is gewoon dat veel mensen, en dat is eigenlijk heel treurig, dat privacy voor veel mensen niet zo'n ding is. Minister Balkenende zei in 2003,
ik weet niet de rechtvaardiging van wat dat was, maar hij zei als je niets te verbergen hebt, wat was het nou? Ik ben even de jij kent hem ook wel, die drogredenering. Als je niks te verbergen hebt, dan... Ja, als je niks te vrezen hebt, dan heb je niks... Als je niks te verbergen hebt, heb je niks te vrezen. Dat lees je onder elk bericht dat over privacy gaat. En vast niet iedereen is het ermee eens, maar ik denk dat het gros van de mensen zich niet heel erg bekommert om hun privacy. Maar ik denk ook dat niemand niets te verbergen heeft. Dat denk ik ook niet inderdaad. Iedereen en heeft dat het altijd contextafhankelijk is wat je wil delen. Dat ik bepaalde informatie wel met mijn arts deel en liever niet met jou bijvoorbeeld. En dat in die zin ook dat soort dingen wel gaan spelen nu heel veel informatie gewoon voor iedereen beschikbaar is. David? Ja, ik denk dat dat privacy ding, dat is echt een paradigmaverandering. En Mark Zuckerberg die had ook ooit iets gezegd wat toen opblies. Hij zei volgens mij dat... Ja, dat we ons nu daar nog zorgen om maken, maar dat verandert wel. Ik weet niet precies de bewoording. Maar dat denk ik ook en dat zie ik ook. En ik bedoel, het is ook aangetoond dat als ik naar iets zoek op een zoekmachine, dan hangt het af van mijn persoon en mijn context wat ik wil zien. Dus gegeven dat, zul je zulke signalen in moeten zetten als je een goede zoekmachine wil zijn. En dat is gewoon iets waar we met z'n allen aan moeten gaan geloven, denk ik. Vanwege de tijd zou ik toch graag uit de privacy discussie gaan, want daar moeten we eigenlijk een hele losse beta break over organiseren. Joost, ik zou graag van jou, want jij hebt een beetje een dubbele rol in deze hele discussie, want je bent enerzijds gebruiker van informatie, anderzijds waren vroeger journalisten onze filters. Ja, goede oude tijd. Hè? Die maakten een beetje onze filterbubbels. Zou jij nou inzicht willen krijgen in al deze algoritmes? Zou je daar graag een soort van als collega's willen zien en hun leren kennen? Ik denk voor informatie buiten een klein aantal websites dat het nog redelijk beperkt is eigenlijk. Ik denk wel dat steeds meer media dit zullen gaan toepassen. Dus als je over een paar jaar naar een nieuwsite gaat, en dat is waarschijnlijk dan nu.nl, maar het kan ook best een nieuwe website zijn tegen die tijd, dat de frontpage niet meer is opgesteld door journalisten, maar dat die is aangepast op jouw locatie, op jouw interesses. En ja, ik weet niet zo goed wat ik moet antwoorden op de vraag. Nou, in welke eigenlijk vorm zou jij inzicht willen krijgen in hoe verandert de rol van journalist? Dat is eigenlijk de vraag. Als je moet vechten tegen onbetaalde algoritmes die je nachtelang kunnen doorratelen. Dat denk ik wel, ook omdat ik denk dat met niet al te lange tijd dat korte berichtjes over wat bankenstoringen en aanslagen, dat die niet meer door mensen zullen worden geschreven, maar door scripts, door programma's. Dat gebeurt nu al bij sommige websites. Dus dat gaat nog steeds, dat gaat nog veel erger worden. Voor mijn beroep is dat natuurlijk niet zo heel fijn, dat er steeds minder journalisten nodig zijn. Maar ik denk dat journalisten nog wel nodig blijven en dat ze dingen uit blijven zoeken en dingen wat algoritmes kunnen geen een schandaal blootleggen bij een, ja, misschien ook wel trouwens. Shit. Maar ik heb persoonlijk wel dat ik liever een journalist heb, omdat ik aan die journalist iets kan vragen. Ik kan besluiten dat ik die journalist niet vertrouw omdat ik zijn achtergrond ken. Ik kan een klacht indienen over de journalist, dat soort dingen. En bij een zelflerend algoritme is er natuurlijk niemand die mate van verantwoordelijkheid heeft. Iemand die heeft het algoritme gemaakt en dan is het out of your hands. En dan is er niemand meer die voor de content daadwerkelijk, denk ik, verantwoordelijk of de personalisatie verantwoordelijk gesteld kan worden. Ik denk ook wel dat journalisten, individuele journalisten die bepalen wat nieuwswaardig is, dat te prefereren is boven algoritmes. Alleen algoritmes zijn een stuk goedkoper. Dus ik denk dat het wel steeds verder gaat gebeuren. Maar ik bedoel, de content moet altijd geproduceerd worden. Dus als we het hebben over filteren, je hebt filteren en produceren. En een algoritme zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, oké, we filteren op basis van waar alle journalisten over schrijven. Dan is de vraag, waar ligt die verantwoordelijkheid? Wie is nou degene die de agenda bepaalt? Ja, dat doet Google News bijvoorbeeld al. Ja, precies. Ja, maar in dat geval denk ik, het lijkt mij een logische aanpak om te zien wat er speelt in de wereld. En journalisten hebben daar nog steeds een rol in. Ik denk dat productie en filteren, dat moet je wel uit elkaar halen. En dan bovendien ook, je hebt verschillende bronnen, die hebben verschillende visies. Dus het is ook niet zo dat je nu op sites komt die alleen maar hetgene laten zien wat jij ziet. Want als ik naar Po-nieuws ga of ik ga naar een andere site, dan krijg je gewoon andere dingen te zien. Ja. Tenzij de filters zo goed zijn dat ik niks meer zie op Po-nieuws. Dus algoritmes houden eigenlijk ook bij wat er speelt in de wereld. En dan zie je ook dat mensen dat soms kunnen beïnvloeden. Als er bijvoorbeeld heel veel mensen twitteren over één onderwerp, dan belandt dat ook allemaal bij ons.
hoe werkt dat filteren? Of? Nou, het gevaar daarvan is ook dat zodra er een klein aantal mensen, een klein actief aantal mensen twittert over een bepaald onderwerp, dat journalisten denken dat het, en dat is niet per se een filterbubbel, maar dat journalisten denken dat er een ontzettend groot probleem speelt. En soms is dat ook wel zo, maar ik denk dat veel journalisten van Twitter wel een eenzijdig beeld krijgen van de maatschappij. Bijvoorbeeld een tijdje terug was de hashtag PGB-alarm redelijk groot. Maar dat was waarschijnlijk maar een heel klein groepje mensen. Was die dat wel een valide kwestie aanstipte. Maar het was niet alsof heel Nederland over die kwestie in rep en roer was. Yeah. En dat, je kan soms een beeld krijgen dat er iets speelt in de maatschappij, terwijl eigenlijk dat niet zo is. Ja, en daar zit denk ik ook een beetje die transparantie is een beetje ingewikkeld. Want bijvoorbeeld bij Twitter is het niet geheel duidelijk hoe die trending topics daar komen. Er zit ergens een laag van menselijke input in, heb ik ooit gelezen. Volgens mij worden kandidaat trending topics gestuurd naar allemaal Mechanical Turks, zoals het heet. Mensen die achter computers zitten en voor $10 beslissen, ja of nee. Maar daarnaast wordt dus niet alleen gekeken naar hoeveel tweets worden verstuurd of hoe vaak komt dit woord voor, maar ook hoe wijdverspreid is het. Maar ja, dat weten we niet precies. En daarom ook, er was een tijdje een schandaal, volgens mij rond Occupy Wall Street, dat mensen dachten dat er hashtags bewust werden weggehouden. Kijk, en als dat zo is, dan is dat niet oké, maar dan is het wel human intervention. Ik bedoel, als je een algoritme laat beslissen van nu is trending topic, want veel mensen hebben het erover, dan kan er geen soort van politieke voorkeur in zitten. Dan is het objectief. Ja, ik heb het omgekeerde ook wel eens gehoord dat bij de Arabische lente, dat er een enorme boost voor dat onderwerp kwam, omdat er zoveel Europeanen en Amerikanen daar ook over twitterden. Moet een site zich daar eigenlijk voor behoeden, voor dat soort beïnvloeding? Of mag een site dat gewoon doen, Manon? Juridisch gezien? Ja. Oh, juridisch gezien lijkt me dit niet zo problematisch, want ja, dat is je eigen businessmodel. Dus als Twitter hashtags te koop aanbiedt, dan zijn ze niet aan richtlijnen gebonden? Nee, niet per se. Ik kan me niet zo direct iets voor de geest halen wat dat zou beïnvloeden. Ja. En zou je het nieuws dan kunnen beïnvloeden ook met spambots? Of wordt daarvoor beschermd, David? Er wordt wel veel gekeken naar spamfilteren. Maar ja, er wordt ook wel veel succesvol gespamd, heb ik begrepen. Ik las laatst iets over dat het Kremlin in Rusland hebben ze allemaal bloggers, dus dat zijn menselijke spambots, betaald om inderdaad pro-Putin dingen te schrijven. En dat werkt. Maar ja, ik bedoel, er wordt ook constant tegen gevochten. Of je probeert het constant te ontdekken. Maar je merkt wel inderdaad dat mensen proberen het systeem te foppen. Maar het is natuurlijk geen statisch systeem. Het ontwikkelt zich continu. Dus dat blijft een kat-en-muisspel, denk ik. Okay. Ik wil nog één keer de zaal eraan herinneren dat er gelegenheid is tot het stellen van vragen. Je kan je melden bij Bo en dan kan je vragen stellen aan de gasten. Mag ik nog één vraag stellen, even snel? Ik hoorde net wel een soort interessante tegenstelling die ik zelf ook heel erg voel. Namelijk dat op het moment dat trending op Twitter wordt beïnvloed door een persoon, als die daarin ingrijpt, dan voelt dat als een soort van iets gevaarlijks, als een soort manipulatief. Terwijl we vonden net ook, daar ben ik het ook helemaal mee eens, dat je het liefst een menselijke persoon hebt die filtert welk nieuws bij jou bereikt wordt. Dus op sommige plekken hebben we juist heel graag een mens en op sommige willen we juist een heel objectief algoritme. Ik weet eigenlijk zelf niet, waar komt dit verschil vandaan? Waarom willen we dat op sommige plekken wel of niet? Ik denk dat mensen vooral willen weten wie het... ik wist ook niet dat Twitter werd gecensureerd of gecureerd, hoe je het moet noemen, door mensen. We weten allemaal dat de voorpagina van een krant wordt samengesteld door een redactie. En we denken dat Twitter trending topics objectief zijn. Dus ik denk vooral dat we ons een beetje bedrogen voelen omdat het anders zit dan we denken. Ja, volgens mij is daar ook het gevaar als mensen inderdaad proberen te interpreteren wat er misgaat. Dat was ook bij dat onderzoek naar het filteren in de Facebook timeline. Daar gingen mensen opeens zelf, die wisten niet dat er werd gefilterd. Toen ze wisten dat er werd gefilterd, gingen ze bedenken hoe dat allemaal in elkaar stak. En er kwamen er hele rare conclusies uit. Ja, volgens mij is het belangrijk om te weten dat het gebeurt. Kijk, hoe het precies gebeurt, dat is lastig. Maar dat het gebeurt is wel belangrijk om te weten. Oké, dan gaan we nu, wilde ik een soort van vooruit gaan kijken. We zijn het er dus soort van over eens dat we niet in een totale dystopie leven nog. Maar is dit nou iets wat enorm gaat toenemen, gepersonaliseerde informatie? Verwachten jullie dat dit veel meer apps dit gaan gebruiken en dat het eigenlijk de manier wordt hoe informatie ons gaat bereiken?
Ik denk eigenlijk dat het een beetje van beide is. Dus wat je nu ziet, inderdaad dingen als Zite of allemaal van die magazine apps die voor jou iets samenstellen, dat is populair. Maar dan heb je bijvoorbeeld ook initiatieven als De Correspondent, waar juist waar de focus is op het mens, op de journalist die ideeën kiest en samenstelt. En bij Spotify heb ik recommendations op basis van wat ik luister, maar ook op basis van tastemakers die voor mij andere dingen ontdekken. Dus ja, ik denk voorlopig dat het allebei zal blijven bestaan. En jij bent bezig met dit soort systemen maken, echt. Dus jij hebt een soort van inzicht in wat nou hele makkelijke problemen zijn om op te lossen en wat hele moeilijke zijn. Welke ontwikkelingen verwacht je nou dat kan snel gebeuren met technologie van nu? En welke moet nog 10 jaar KI-research naar gedaan worden? Oh ja, dat vind ik lastig. Ik denk dat het filteren en het samenstellen van nieuwsberichten, dat is op zich een oplosbaar probleem. Nu is het voornamelijk een kwestie van schaal. Dus als je gewoon genoeg data voorhanden hebt, dan kan je daar hele goede beslissingen over maken. Zo gauw het kleiner wordt, wordt het lastiger. En dat is denk ik ook waarom bedrijven als Google en Facebook er zo veel mee bezig zijn. Omdat die gewoon enorm veel data hebben en succesvol in kunnen zijn. Maar wat er over 10 jaar gaat gebeuren, dat vind ik toch wel moeilijk om te zeggen. Ik denk dat het meer de kant op gaat van dat de algoritme ook de productie over gaan nemen. En als we straks productie en redactie in de handen hebben van machines, dan weet ik niet hoe dat eruit gaat zien. Maar dat lijkt me een beetje de richting. Ik denk eigenlijk dat het cureren deels opgelost probleem is. Nou, wat je wel ziet in de wetenschap is dat er nu ook veel aandacht is voor andere dingen. Dus wat de kritiek is op de filterbubbel is dat je alleen maar dingen ziet die waar jij het zogenaamd mee eens bent. En er is nu ook veel onderzoek naar serendipity, dat je een soort van random interessante dingen tegen gaat komen. En er is dus ook veel onderzoek in echt opposing viewpoints vinden. Want de hele grap aan de filterbubbel nu is dat die personalisatiealgoritmen die worden beschuldigd van het feit dat wij onszelf confirmen. Maar die algoritmen hebben helemaal geen notie van iets van viewpoints. Dus zo gauw je een computer dat wel gaat leren, dan kan je ook zeggen, oké, nu gaan we echt, een beetje net als dat onderzoek van Microsoft, dan kan je echt bewust mensen gaan uitdagen om de andere kant te bekijken. Maar dat is natuurlijk ook manipulatie eigenlijk. Dat vind ik ook wel een rare situatie. Op het moment dat een algoritme beslist dat jij te eenzijdig denkt en dat je... Ja, daar heb je gelukkig allemaal ethische boards voor die daarover kunnen nadenken. Maar inderdaad, het blijft manipulatie. En welke sites zijn nu koplopers in het aanbieden van gepersonaliseerde informatie, behalve degene die al genoemd zijn, Joost? Ik denk dat degene die al genoemd zijn. Er zijn vast meer websites die er op kleinere schaal mee experimenteren. En dan heb je bijvoorbeeld met Amazon dat vooral denkt te kunnen weten wat je hierna wil gaan kopen. En misschien ook andere. Ja, ik denk dat het vooral in de webwinkels zullen zijn. Ja. Maar voor de rest zijn het toch vooral Google en Facebook die hiermee bezig zijn. En nu speelt eigenlijk alle effecten van de filterbubbel die spelen zich op internet af. Is er een manier waarop het de echte wereld in aan het komen is? Gaat die drones van Amazon, komen die gepersonaliseerde pakketjes bezorgen? Of? Ik denk dat de filterbubbel uit de echte wereld naar het internet gekomen is eigenlijk. Ik bedoel, als we kijken naar de verzuiling en we kijken naar verschillende kranten, religies, daar zit die filterbubbel. En als we nu op het internet ons bewegen, dan houden we die in stand. En welke ontwikkelingen verwacht je voor de wet eigenlijk de aankomende tijd, Manon? Nou, er zijn wel veel ontwikkelingen, denk ik, op het gebied van persoonsgegevens en het gebruik daarvan in het algemeen. Ja. Op het gebied van de filterbubbel, zeg maar, verwacht ik niet heel veel, omdat dat toch echt een heel specifiek probleem is. Maar er is wel heel veel aandacht voor überhaupt het feit dat algoritmes dus tussen ons en informatie inzitten. En we hebben het natuurlijk over verschillende problemen gehad, namelijk het gebruik van persoonlijke informatie, in je eigen echokamertje zitten, minder diversiteit en de verantwoordelijkheid die bij een algoritme ligt en niet meer bij de persoon. En dat zijn allemaal verschillende problemen die denk ik ook wel aangepakt zullen worden, maar ik denk dat daar toch wel meer aandacht dus inderdaad ligt op algoritmes en de tussenkomst van systemen dan op de diversiteit die je krijgt als informatie aan zich. Maar zou dat niet gereguleerd moeten worden dan? Want als je, dat is een vraag hoor, want televisieuitzendingen zijn ook aan banden gelegd. Je mag niet zomaar, in ieder geval de publieke omroep, mogen niet zomaar een product placement doen bijvoorbeeld. Dus waarom zou het, ja, niet dat ik voorstander ben hoor, maar ik denk dat ik zelfs tegenstander ben, maar in principe zou het internet ook gewoon gereguleerd kunnen worden. Net zoals dat in principe is de cookie meldingen zijn dat ook. Dat is dat,
Dat is gewoon dat is niet onmogelijk om uitingen op internet te reguleren. Nee, het reguleren van internet aan zich is denk ik niet absoluut niet onmogelijk. Je moet je wel altijd bedenken dat het hierbij wel om commerciële partijen gaat, die weliswaar een hele centrale rol in gaan nemen in onze informatievervulling. Maar het zijn nog niet publieke omroepen die met publiek geld gefinancierd worden. En je zou misschien wel aan die serendipity dingen kunnen denken, dat je bepaalde informatieaanbieders verplichting oplegt om wat random dingen tussen hun zoekresultaten bijvoorbeeld te gooien. Maar dat is toch best wel weer een vergaand iets als je zo ingrijpt in zowel wat een bedrijf laat zien als wat een gebruiker wil. Dat neigt wel weer sterk naar paternalisme. Ook het is zeker paternalisme, maar ook de commerciële omroepen die mogen maar een bepaald aantal minuten per uur natuurlijk een zendtijd vertonen. Dus ik denk dat die discussie dat die er in ieder geval wel kan zijn over welke rol wat de overheid hierin in kan spelen. Maar ik denk als technologie dit kan waarmaken, dus als ze beginnen met serendipity en ze beginnen met meer diversiteit en het werkt, zoals werd gesuggereerd in ieder geval door het onderzoek van Microsoft, dan komen mensen er vanzelf naartoe en dan gaan ze vanzelf het zelf opzoeken. Maar ik ben misschien een beetje een techno-utopist. Als je dus een soort van onderscheid wil maken tussen verschillende soorten personalisatie, is dat heel goed te reguleren? Zijn niet al die algoritmes en alle websites heel heftig onderhevig aan een soort van technologische evolutie? Dat zodra een site een personalisatie heeft die wij niet fijn vinden, dat we dan gewoon niet meer naar die site gaan. En zijn wij niet een hele sterke natuurlijke selectie op de vorm van die algoritmes? Dat denk ik wel, maar ik denk ook dat de rich get richer. Dus Google is nu in zo'n positie dat ze zoveel data hebben dat ze ook echt betere filters kunnen maken of betere personalisatie-algoritmen kunnen maken. Dus dat lijkt me lastig. Maar ik denk inderdaad, wat ik nu merk is dat vooral er veel ophef is rond die privacy en mensen zich zorgen maken. En dat misschien een reden is om te kijken naar alternatieven. Maar als je kijkt naar de kwaliteit van de dienst zelf, dat wordt vaak niet ter discussie gesteld. Dat mensen weg willen stappen van Google is vanwege zorgen en niet vanwege de kwaliteit van de dienst. Er gaan natuurlijk wel ook stemmen op en er zijn ook onderzoeken naar, en daar zijn ze in Europa ook mee bezig, om Google als het ware uit elkaar te trekken, omdat die zo'n monopoliepositie op bepaalde markten hebben. Het is vervolgens wel heel lastig hoor, want op welke markt zit Google dan precies? Maar omdat je dus echt in deze sector echt monopolisten hebt, bijna op het gebied van informatie, wordt daar ook wel qua regulering naar gekeken. Ja, waarschijnlijk wordt het vandaag aangekondigd van die mededingingszaak, maar Dat is dan vooral op de advertentiemarkt, dat Google dus een marktpositie zou misbruiken om meer advertenties te verkopen. Om zijn eigen diensten aan te prijzen. En dat heeft niet zozeer veel te maken met de macht die Google heeft als het gaat om informatie. Ben ik absoluut met je eens. Maar het is heel moeilijk om Google aan te pakken juridisch gezien op iets anders dan die advertentiemarkt. Dat ligt wat ingewikkeld. En ik denk wel dat het effect kan hebben als Google op deze manier dus vanwege de advertentiemarkt aangepakt zou worden. Op de diensten die ze verder leveren. Misschien niet op het personaliseren aan zich, maar wel op de macht van Google als geheel. Oké. En dan wil ik een soort van paniek gaan zaaien met twee vragen. Enerzijds, waarom moeten we nou niet in paniek raken, maar waarom ook juist weer een beetje wel? Welke kanten hiervan zijn nou echt iets waar we aan moeten blijven denken? En welke zijn overhyped door de media die er niks van begrijpt? Ik wil wel meegaan in het paniekzaaien door het een beetje met grootse taal te omkleden. Namelijk, ik denk dat we in paniek moeten raken wanneer burgers dermate beïnvloed kunnen worden dat ze niet meer kunnen functioneren als wel geïnformeerde burgers in een democratische maatschappij. Hè. Voor de democratie heb je natuurlijk goed geïnformeerde mensen nodig. Mensen die kennis hebben van verschillende onderwerpen, die een beetje weten wat er speelt, die weten wat de internationale problemen zijn, die weten wat de buurman van dingen vindt. En wanneer iedereen in zijn eigen kleine huisje achter zijn eigen schermpje zit en alleen nog maar zijn eigen venstertje op de werkelijkheid heeft, dan denk ik dat we ons zorgen moeten maken. Maar dat is gereageerd op de vraag om paniek te zijn. Ja, ik wou net die vraag stellen. Hè. De journalistieke, en dan ga ik naar je buurman. De journalistiek is natuurlijk een van de kolommen waarop de democratie draait. En als de journalistiek wordt overgenomen door automaten en filterbubbels, wat is daarvan de impact? Je hebt,
je gaf het net al een beetje aan. Je zei het gras voor de voeten van je buurman weg waarschijnlijk. Maar ja, ik ben benieuwd. Ik denk dat het wel een gevaar is. Maar dat is ook een bredere discussie over het feit dat journalistiek, dat het bezet steeds kleiner worden. En dit sluit daarop aan. Er is steeds minder geld voor journalistiek. En zolang dat zo blijft, ja, dan gaan media zoeken naar manieren om goedkoper informatie te kunnen verspreiden. Dus dan krijg je misschien inderdaad scripts die nieuwtjes schrijven. En dat werkt waarschijnlijk op het oog net zo goed doen als journalisten. Maar die misschien wel bepaalde invalshoeken weglaten of bepaalde aannames doen die niet kloppen. Wat journalisten trouwens zelf ook regelmatig doen hoor. Ik zou er geen voorstander van zijn als dat gebeurt, maar ik denk wel dat we meer die kant op gaan. Jullie drieën zijn dus wel heel veel, dus niet helemaal representatief voor de gemiddelde burger wat dit betreft. Maar wat doen jullie nou om toch een beetje te proberen te ontsnappen? Gebruiken jullie DuckDuckGo bijvoorbeeld? Ik probeer niet te ontsnappen. Dus nee. Nee, ik wil nog wel even de beste tips die hiernaast al gegeven werden herhalen. Want dat is natuurlijk altijd handig als meerdere mensen dat gaan gebruiken. Inderdaad, DuckDuckGo en Ghostery. Je kunt jezelf wel wapenen, om het zomaar te zeggen, om dit soort effecten te minimaliseren. En als je nou juist zoveel mogelijk wil genieten van gepersonaliseerde informatie, wat moet je dan doen, David? Dat gebeurt automatisch al. Alleen nog maar op Facebook komen. Dat, ja. Gaan we kijken een soort van, misschien wordt het een beetje moeilijk te beantwoorden, filosofische vraag, maar als deze, stel nou het gaat wel op een gegeven moment grotere proporties aannemen en we merken dat we een beetje in bubbels gaan leven, wat zou dit met ons doen? Denk je dat we allemaal heel intolerant worden tot andere meningen of gewoon heel ongeïnformeerd? Nou ja, er is een Elie Pariser. Ik weet niet of je zijn naam zo uitspreekt, maar ik doe het gewoon. Van hem is de term de filterbubbel afkomstig. En hij heeft wel redelijk, ja, het is al een paar jaar terug dat ik het boek gelezen heb hoor, maar hij heeft wel redelijk dramatische scenario's geschetst van de kant die we dan opgaan. Dus dat mensen dan echt inderdaad alleen nog maar in hun eigen cirkeltje geïnteresseerd zijn. Ik denk dat het zo'n vaart niet zal lopen eigenlijk. Ik denk zeker als zolang er nog nieuwswebsites blijven die niet op basis van algoritmes bepalen wat je interessant vindt. Op dit moment zijn het eigenlijk alle nieuwswebsites, praktisch alle. Dan denk ik dat het nog wel meevalt. Over een paar jaar is dat misschien anders, maar er zal altijd nog wel onafhankelijk journalistiek blijven. En de hoop is natuurlijk dat mensen dan ook daar naartoe gaan om geïnformeerd te worden. Wat ik opmerkelijk vind van de filterbubbelman van Eli Pariser is dat hij heeft anekdotisch bewijs en dat is vrij shocking. En volgens mij had hij een voorbeeld van dat vrienden van hem Egypte moesten googlen en de ene zag dan hotels in Egypte en de andere die zag rellen en ellende. Ja. Ik weet niet, ik heb daar toch een beetje mijn twijfels bij. Er zijn een paar pogingen geweest om dit echt systematisch te onderzoeken en te kwantificeren. En ik heb een paper gevonden, dat was in 2012, dus dat is inmiddels het stenen tijdperk van de personalisatie. Maar daar bleek dat dus dat de impact van verschillende profielen, zoekgeschiedenissen, demografieën echt vrij klein was. Er werd gemiddeld volgens mij 1 zoekresultaat op de 10 veranderde. En dan meestal onder het derde resultaat, dus daar kijk je sowieso niet. En daarnaast de volgorde werd vaak veranderd, maar relatief weinig. En de grootste invloed was altijd de geolocatie. En dat is weer dat pizza voorbeeld. Als ik in Bosselommer pizza zoek, dan zoek ik niet in de Watergraafsmeer. Mm-hmm. Dus volgens mij valt het echt mee. En is er een soort... Ik zou graag nog willen op die laatste vraag nog willen zeggen. Kijk, je hebt aan de ene kant natuurlijk het genuanceerde beeld, wat ook hier geschetst wordt van wat er nu gebeurt. Maar aan de andere kant zou er natuurlijk een hele hoop kunnen gebeuren. En ik denk dat we ons wel in ons achterhoofd moeten houden dat, ondanks dat het nu niet gebeurt, dat als er vergaande personalisatie is of mogelijk is, dat het dan wel een beetje het beeld is dat we allemaal naast elkaar met een verrekijker naar de werkelijkheid zitten kijken, waarbij we niet meer zien wat de buurman ziet en alleen maar heel specifiek iets heel goed aan het bekijken zijn zonder een blik te hebben voor het bredere veld. En dat is wel, denk ik, waar we misschien niet bang voor hoeven te zijn omdat het de werkelijkheid genuanceerder ligt. Maar dat is waarom je je zorgen zou moeten maken over een eventuele filterbubbel. En David, wat jij net zei, dat er wordt wel voor onderzoek gedaan naar de directe effecten ervan. Is er een soort van metriek of een soort van maat waarmee je zou kunnen aanduiden hoe ver je kan ontsnappen uit zo'n bubbel? Je vertelde dat er een soort onderzoek is gedaan
met een serie bots die allemaal dezelfde dingen zijn gaan googlen, maar net iets anders? Ja. Ja, dus zo kan je in ieder geval aantonen in hoeverre er wel wordt gebubbeld. In hoeverre je eruit kan, dat is lastig. Je zou een of andere, weet ik veel, willekeurige bot kunnen bouwen die allemaal willekeurige dingen afvuurt. Of je kan het vergelijken naar iemand die geen cookies opslaat. Als ik zo'n onderzoek thuis wil doen, moet ik dan 6 nieuwe laptops kopen, ze nooit met elkaar laten praten en ze allemaal tegelijkertijd aanzetten? Of? Nou ja, ik kan je wel die paper sturen, want ze deden het nogal doortastend. Het was wel allemaal op één machine, maar het ging allemaal via andere IP-adressen. En ze zorgden ook voor dat ze allemaal naar hetzelfde datacentrum van Google hun query stuurden. Want als dat al verschilt, dan kan je al andere resultaten krijgen. En dus er zijn allemaal variabelen die een rol kunnen spelen. En er is ook gewoon altijd noise. Want het kan ook gewoon in een kwestie van milliseconden kan er iets veranderen ergens in een index. En kunnen resultaten veranderen. Dus ja, het is vrij ingewikkeld om dat te meten. Tot mijn verbazing waren dus de verschillen ook vrij klein. Oké, nou dat was het alweer voor vandaag. Het uur zit er alweer op. Ik wil nog één keer onze gasten bedanken met een applaus. Allereerst David Graus, promovendus hier aan het Intelligent Systems Lab. Joost Schellevis, journalist voor tweakers.net. En Manon Oostveen, ook promovenda, maar dan bij het Instituut voor Informatierecht. En volgende maand is er natuurlijk weer een beta break, dan op 20 mei. En het gaat over drugs in relatie tot psychische gezondheidszorg. Dus graag tot dan.